met spek, poedersuiker of stroop. Zo'n 10.000 kinderen bakten vandaag pannenkoeken voor ouderen, want het is Nationale Pannenkoekendag. De bedoeling van die dag is dat kinderen in contact komen met ouderen. Ook kinderen van basisschool De Brakke in Reide deden mee. Kies je lievelingspannenkoek en wij maken hem. Dat was het motto van de kinderen vandaag in Reide. 60 ouderen hadden wel trek in een goede lunch. En de kinderen, die weten wel hoe je een goede, stevige pannenkoek moet maken. We gaan met tafel 6 beginnen. Ja, mooi. Daar moeten we 2 naturel pannenkoeken voor bakken. Ja, dat doen we. Ja, ze waren goed gelukt. De ouderen vonden hem onwijs lekker.